Zondagochtend. Ik zit hier heel alleen mijn bier te drinken. De coronacarantaine duurt zo lang. Het is thuis best oké. Ze maakt voor mezelf saté. Maar toch is het net iets als een ander. Een zondag. Mannen, proost! Hey, weer thuis na een dag hamsterwerk. Ben nog even voor naar de Jumbo geweest. Direct ondernemen hier in het dorp. Daar is gelukkig nog goed papier. Dus we kunnen weer even verder. Oh, laat eens gaan zitten. Hey kids. Oh, wat ben ik blij dat ik thuis ben. Tenminste, echt bier in huis. Oh, vanaf januari niet meer te krijgen, denk ik al stop. Het is zo sneu, het is zo sneu. Hoe is het met jullie kids? Wie wil jij laten worden? Rets, wil jij de rets worden? Wil jij scheidsrechter worden? En wie wil jij laten worden? Hans. Hans, en waarom Hans? Omdat hij altijd lacht. Omdat hij altijd lacht? Goed toch? Ach, ach, leuk, leuk, leuk. Zullen we samen nog eens wat foto's van vroeger kijken, jongens? Ja. Ach, 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 mooie foto's van toen we nog kampioen werden. Oh, dat was mooi, dat was mooi. Sponsor bedanken. Geweldige foto's. Echt mooi, mooi. Wauw, met een tractor en alles. Oh, allemaal leuke voetbalfoto's. Wat een nostalgie. Ah, een beetje gek doen, gezellig. Kijk aan, hier nog een foto van toen de Willy nog wat groter was. En een mooi gelukkig stelletje erbij. Wel, 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 de zondag is weer geslaagd. Mannekes. Laten we allemaal voorzichtig doen en maak er wat moois van. Ik zeg proost met een echt bierke, de groeten. Dan ben ik wel gewend om alleen te staan in de wei op zondag. Maar zo alleen. Maar... ik kom er wel doorheen. In deze tijd van coronacrisis, een kleine terugblik in de rijke historie van Gastel 4 met een stukje muziek erbij. Tactisch wat meer kunnen doen, want ja, ik zie de hele dag al flessen bier voorbij komen, maar ik ben dan toch wel wat serieuzer bezig met het elftal. Ik denk, hoe kunnen we nou meer uit het elftal halen?
Dus ik heb hier allerlei zaken heb ik hier liggen. Hè, dit is ons elftal. Je ziet, wij zijn een speler met blauw. Je ziet duidelijk de scheidsrechter in het geel. Hè. Die is niet voor niks wat groter dan de spelers natuurlijk. En je ziet die Maries dan de bal hebben. Hoe kunnen we dat nou beter doen? Een beetje uitzakken, Nicky uitzakken. Goed, hier heb ik dan een opstelling staan van het vierde. Wat ik denk, ik heb mezelf wel erin gezet. Misschien niet helemaal terecht, maar die 80 minuten die ik heb meegedaan, waar ik natuurlijk wel weergaloos. Hier heb ik dan een wedstrijdformulier, een wedstrijdanalyse. Waarbij we toch, dat ik vind dat op de bank ook iets meer gedaan kan worden. Dat we dit voortaan door Rick laten doen. Dat hij zeg maar de tegenstander is wat beter gaan analyseren. Rick, dus je hebt allerlei formulieren die je voortaan in moet gaan vullen. Dan heb ik nog iets, een studiegids voor de Vinnie. Ik denk toch wel voor onze verdedigers. Bijscholing ontwikkelen van een speelwijze verdedigen. Ja, ik denk als we dat allemaal nou eens even gaan lezen. Ik kan het naar iedereen toesturen. Dat we dat iets beter gaan doen. Dan heb ik nog een loopschema. Misschien iets voor jou, Jan. Ik heb jou vandaag van de lerarenkamer naar de kleedkamer zien lopen. Daar mag wel iets bij, naar mijn mening. Als je nou begint met week 1. Ja? Dus 5 keer een kilometer. En zo gaan we verder. Week 3. Kijk, de aeroop en zo allemaal bestaan. En dan heb je hier dus loopschema week 5, week 6. Dus het is te hopen voor jou dat de corona niet te lang duurt. We hebben hier nog een trainingsje wat we kunnen doen. En ik zie hier het conditieschema van Jeroen Kuipers. Nou, je ziet al die pieken naar beneden. Kan volgens mij ook wel een beetje beter. Heren, succes en ik reken op jullie. Ja, omdat er wel gedacht wordt dat dat kan doen als 5 minuten voor de wedstrijd bepaald wordt, wil ik jullie nou toch eens even laten zien dat er wel degelijke gedachten zijn. Ik moet het helaas zelf filmen. Want hier in het gebouw zijn ook bestuursleden en schijfwerkzaam. En ik zou niet willen dat de werkwijze van het vierde in het begin aankomt. Ik zal op een knop proberen erin te gaan, zodat het voor iedereen duidelijk is. Ik heb hier een overzicht van het speelveld met het systeem van het vierde. 4-4-2. Met rode en zwarte looplijnen. Het verschil hierin, daar komen we vanzelf op terug. Dan, daarnaast... heb ik hier een lijst, stickers met alle spelers van het vierde. Je ziet dat er ook met blauwe markeringen bij zitten. Dat is de zogenaamde backup. Deze kunnen overigens alleen bij uitwedstrijden meedoen, gezien het aantal rode jassen bij de thuiswedstrijden. Nou, en wat doe ik dan? Dan leg ik die daar, leg deze hier. Dan pak ik die sticker, willekeurig, van de speler en zet deze op de plaats waar deze het liefste speelt. Nee, dus dat is duidelijk. Dan, mocht er een dubbeling komen op bijvoorbeeld een positie, dan zeg ik van nou, wie is er aan de beurt? En die plaats ik dan voor reserve, die plaats ik dan op de reservelijst. Daar, huppakee. Die leg ik even daar, kom vanzelf wat terug. Huppakee, wordt vanzelf duidelijk, daar gaan we. We beginnen met een zekerheidje. Even kijken, dat is Jan P. Dat is een voorstopper. Huppakee. Wacht even. Jan heeft gezeten bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Feyenoord. Dat ik daarmee mee mocht. Dus. Dat zijn looplijnen van Jan. Ja, maar. Nee, dan is hij niet. Dan is hij naar Feyenoord. Dan maak ik mee met hem. Dat vind ik wel eens leutig. Even kijken, we hebben nog meer. Retsie. Retsie die fluit, de gele stip in het midden. Ja, die gele stip, dat is duidelijk genoeg. Dus die rode lijnen, de middenvelders, dat wil zeggen een paar meters meer lopen, want de gele stip blijft daar. Dat is Retske. Even kijken, de Willy. Dat is linksbek. Wacht even, nu ben je aan de beurt. Die Faber is weer aan het bewaaien straks. Is weer chagrijnig. Ik zit maar even op sterf. Ja. Kan ik altijd nog overleggen. Een diesel. Diesel. Dan zetten we de diesel daar. Hé. Dus, dat wil zeggen dat de rode looplijn nou van toepassing is. Oh, wacht. Diesel zal... Nee,
Die zal er wel bij overtuigen bij Femke Halsema zitten voor het inhaal te regelen. Die zal er wel niet zijn, denk ik. Nou, gaan we eens even verder kijken. Even stekker pakken, gewoon willekeurig. De Puskas, Tony van Oer. Die gaan we regel zetten. No problem. Oh, wacht. Astrid heeft natuurlijk veel moeten werken met die ellende. Die had kan niet zijn dan. Thuis. Dan gaan we naar de Kuip. De Kuip. Die gaan we. Dat zijn de rode looplijntjes dan. Voor de Kuip. Oh wacht, die is nog short. Hoppakee. Dan gaan we naar Peer. Peer. Rechtsaller. Oh wacht. De rode looplijn dan. En wacht eens. Die zit ook bij Feyenoord. Of in Camp Nou of in Argentinië, Brazilië, bij een andere race. Even kijken hoor. Kom goed jongens, rustig. Creamy. Raceback. Oh wacht. Ik scout vandaag. Edwin van der Heijden. Die gaat voorin. Dat is een vertrouwde plekje. Trouwens. Ik weet niet of Snack al beter is. Dat is nu maar even reserve. Even kijken. Volgende sticker. Ronnie, die zou er zijn. Die heeft gezegd dat hij zou komen. Dus die is er zeker niet. Dan hebben we hier Posje, ons Nikske. Nikske, die gaan we even kijken. Voorstopper. Voorstopper, even kijken. Kut. Nu de eerste wedstrijd thuis. Ja, want ik die moet werken. Even kijken, de volgende. Edwin Brouwers, die ligt. Alina, wil je een flesje water voor? Het is net als op zondag. Goedendag, hier van uit het hele zonnige Hof. Ik wil jullie toch allemaal eventjes op toespreken. Ik heb nog een mooi item gevonden voor in het zonnetje altijd. Volgens mij zijn ze wel hard na 4,5 jaar. Ik ga eens kijken of ik er nog wat van kan maken. Nou, het zit best lekker. Voor de linkshalf zit het best lekker. Nou, voor de rechtshalf gaat het ook wel, denk ik. Een beetje. Maar ja, dan kwamen we altijd op het punt waar de trainer al niet zo heel erg blij mee. Dat dit weer het was. Vond ik het eigenlijk allemaal wel heel erg goed zo. Lekker zo in het zonnetje. Niemand toevoegen. Het beste wat er is, hè. Alleen niet om deze omstandigheden. Ik wil wel even zeggen dat iedereen. We komen er allemaal wel doorheen. Dat iedereen goed voor elkaar zorgt. En we moeten vooral niet vergeten. Een beetje aan de vitamintjes te denken. Daar komt het zeker goed en dan halen we het allemaal door. Ja, hè? Wat een lekker dagje. En je slaapt er nu aan. Heb je die filmpjes van het vieren gezien? Oeh, die mannen die kunnen wel van de zeik afkomen. Mm-hmm. De man die komt zo genoemd van de zeik, want ja, daar ze voor staat, dat bos genoemd van de zeik. Ze vinden mij allemaal zo positief geworden, zo soft. Dat is wel lekker hoor, dat is wel lekker. Of niet mijn beertje, hè? Slaap lekker. Ga lekker dromen. Positief zijn is goed, is soft, ja. Ah. Oeh, deze is onze favoriete tegenstander. Of niet, Brokkie? Brokkie. Mm-hmm. Oeh. Ah, lekker gepakt, Moos in de emmer. Kom, gaan we een beetje opbouwen in de 16, jongen, maak het uit. Want positief, ja. Oeh, lekker geschrikkie, schrikkie, begraven, ja. Hoi, Bas, vlaggen, goed zo. Totaal geen buitenspel, man. Lekker positief hoor. Huh? Wat? Hier is altijd wat. Wat zeg je nou? Wat is in de bal vragen? Zou je twee schoppen jou, god, voor het domme of niet? Nee, positief blijven. Rustig. Willy, godverdomme! Kom naar binnen, we liggen dan weer te zwemmen. Het is godverdomme blikkers, hoeven niet.
Schijt eruit, man. Oh, joh, jongen, de diesel die staat daar weer om Ronald te roepen en met je grote bocht eromheen lopen. Oh, 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 oh. Boelie, boelie, jongen, jongen, jongen. Voortaan spullen we met je mee, skippiebal. Mooie Frans bekkenbouwer dat je bent. Een signaal geworden. Steek onverdiend, maar we interesseren ons het toch lekker gefloten, Retske. Zo, nou eerst naar het kotje. Lekker jubelen drinken. Ja, lekker jubelen drinken. Eindelijk is het Walhalla. Walhalla! Oei, 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 mannen. Zorg dat je in deze tijd wel veilig bent. Ik mis jullie. Hallo. Nou, ik heb geen verstand van de voetbal. Dat weten we allemaal, hè, de boelie. Maar elke keer dat ik er dan ben, gaat het over die kluis van de boelie. Nou, hier is een kluis van de boelie. Hey, spitske. Ik zal eens kijken of die open gaat. Nou, wacht even. God, hij gaat nog open ook. En wat zit erin? Nou, niet veel zie je er wel. Hey, spitske. Het wordt tijd dat je weer gaat verbouwen. Die mannen op hier, die hebben echt niks te doen. Er is een directeur die in plaats van 12 weken, 26 weken vrij nu heeft. Er zijn mensen uit andere dorpen die allemaal het padje kwijt zijn. En zoals die imitatie advanceters uit Bossenhoofd. Dat is die allemaal kwijt. Bijdrage in deze moeilijke tijd. Maar ja, in deze tijd kan ik ook niet de tuin uit. Dat betekent ook niet dat ik dat daar aan het kruis kan. Dus dat betekent ook dat ik dit in mijn eigen tuin moet doen. En helaas niet waar Tommy Cooper kan doen. Lekker trainen, met mijn nieuwe shirtjes aan, van de les en sponsors, ik ken ze allemaal nog wel. Schoentjes netjes verzorgd, zoals altijd, netjes gepoetst en wel. Maar ja, er zijn meerdere dingen die niet deur kunnen gaan. Zo heb ik nog wel een paar van die items. Ja, je ziet het wel. Ook van het lesstuur natuurlijk, een beetje zalvoetbal, ook dat kan niet deur gaan. Ja. En dan heb ik nog zo'n sport, he. Ook zo'n apenpakske. Maar dat kan ook al niet aan. Dus ja, wat moeten we dan? Ik denk dat ik toch maar even een lekker trainingsje ga doen. Met de warming up. Rustkappen. Zo, zo kan het me wel. En de hoogste is ook weer binnen. Zo, lock-tackle erop eruit. Terug van een lekkere training.
Ja, we kunnen zelf niet trainen, dus ja, dan moeten we maar een beetje genieten van de successen die we al een klein beetje meegemaakt hebben. En de successen die ik anders ook, dan ga ik daar een beetje mee wegdromen. Kijken we nog een beetje een leuke zondag gaan maken, want anders is het ook allemaal niks. Dus mannen, die zit me dan. Lekker draaiske en een Marleyboetje erbij, dat mag ook wel. Ik zie jullie graag weer in het kotje, waar we een beetje verhaaltjes kunnen horen van de grote storyteller, want die missen we dan toch wel. En doe een beetje lief voor elkaar. Ik weet dat dat moeilijk is voor ons. Maar goed, doe dat wel. En dan zien we elkaar weer snel in het kotje. Oh, en trouwens, die ga ik ook eerst eens ingooien, want ik vind dat we die wel bediend hebben. Nou, dan hier nog een kleine bijdrage van onze enige overgebleven linksback. Zoals jullie zien zit ik in mijn kantoorke, waar ik tegenwoordig vertoef als leidinggevende. Zo hard kan het gaan, van stratenmaker naar heftruckchauffeur naar leidinggevend. Alles een beetje in de gaten houden, wat allemaal loopt. Ja, zo te zien gaat het allemaal goed. Ja, die polen werken ook allemaal goed, zo te zien. Dus ik heb nog even tijd om me gemak te houden. En dan ga ik ze een beetje even naar buiten. Dan ga ik nog even lekker een balken trappen met mijn favoriete bal. En dan hoop ik er weer klaar voor te zijn en we weer kunnen gaan voetballen. Nou, ik zou zeggen, tot gauw mannen. Houdoe. Goedemiddag, mannen van het vieren. Hier een kort berichtje van jullie vloggen. Zoals jullie alle weten kan ik al jaren niet meer actief deelnemen aan het heerlijke spelletje voetbal. Tot mijn grote spijt. Vroeger pikte ik ook zo'n 20, 30, 40 poortjes mee op het seizoen. Dit werd al helaas wat minder de laatste jaren. Zo'n 4, 5 goaltjes. Tot een paar jaar geleden mijn lichaam spelen niet meer toeliet om te voetballen en ik in de rol van vlagger verder moest. Maar die rol neem ik namelijk wel heel serieus. In deze moeilijke tijden probeer ik mezelf toch een beetje gefocust en fit te houden, zodat ik hopelijk dit seizoen in april of begin mei nog een bijdrage kan leveren aan het geweldige elftal. Dit doe ik op drie manieren. Ik probeer jullie mee te nemen in mijn trainingsschema die ik hier op hoogte afwerk vanwege de zuurstof. Het eerste onderdeeltje van mijn training is de algehele conditietraining. Dit doe ik altijd in een wedstrijdtenue en met vlag om het zo serieus en zo echt mogelijk te laten lijken. Ik begin dit training altijd met een lichte warming-up. Dus ik ga gewoon op en neer over het dakje van deze mooie loods hier in Moerdijk. En ik blijf dan met jullie in contact. Ik voer langzaam het tempo wat op. En dan is het eerste onderdeel van de training, normaal doe ik dit een minuutje of 10, is zit het dan alweer op. Tweede onderdeel van de training, niet onbelangrijk, is het wedstrijd echt maken van het vlaggen. Het is heel belangrijk als je als vlagger vanuit een soepele beweging van rennen naar stilstand komt en dan overtuigend vlagt. Ik zal een stukje van het weglopen en dan zal ik het voordoen. Je bent dus in volle concentratie. Ineens en wijs je naar de buitenspelstaande speler. Ik zal dit nog één keer voordoen. Nu op een iets hogere snelheid. En je focust en pap! Ja, buitenspel. Dat was het tweede onderdeeltje. Het derde onderdeeltje is het kortere werk. Als je voor de goal een scrimmage hebt en je moet daar snel op handelen, je zakt iets door je knie heen, zodat je goed gefocust kunt blijven. En dan beweeg je met de spelers mee. En dan kijk je en dan kijk je met een arendse oog en dan ineens en bam! Ja! Altijd volgens dan het fluitje van de scheidsrechter. Ik ben een beetje buiten adem, omdat ik nu moet praten tijdens de training. Alle gekheid op een stokje, mannen van 4. Ik mis de zondagen verschrikkelijk. En ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. Lang leven Gastel! Nou, we gaan kijken. Zo. Dat is lang geleden. Gastel Zwicht in slotfase. Oeh, van de Schutters. Oei oei. Dat is nog een goede tijd bij de Schutters. Die leggen we eventjes apart. Die moet ik altijd bewaren.
Oh, wat kom ik hier tegen? Oh, hier is Aardraads. Hij kon nog lopen ook. Oh, wat een tijdje. Dat zal hij nou niet meer halen. Ja, dan gaan we het ook nog eventjes hebben over een zalmbomtijd. Dat is ook een hele leuke tijd. Kijk, lang geleden. Wat ook Willem was de sponsor. Wat foto's. Kijk. Mooie tijd. Vergane glorie. Zaalbal, Nederlandse kampioenschap. Verloren. Van Depa. Jammer. Kijk, het is weer een andere tijd. Als team. Een paar jaar bijgezeten. Het was wel zwaar. Veel wedstrijden. Daarna bij Schoenerus gaan voetballen. Nederlands kampioen geworden. Ook leuk. 2 jaar voetbal. Ja, en dan na de zaalbal moeten we weer iets anders. Nou, ik dacht. Laten we het bij gasten gaan voetballen. Ja, ik was natuurlijk wel een oude knar. Maar, het is een krantenknipseltje. Dat kan ook. De voetbalpot. Ja, zelfs wij kunnen wel eens een keer slecht voetballen. Ja, hier nog een foto van het eerste elftal. Zo, kijk. Volgens mij bestond er toen ook al corona. Maar dan al een sfeer. Moet je kijken man. Het lijkt al een druik. Op die tijd is het weer. Maar ja, daarna komt dan weer een gouden generatie. Ja, niet normaal. En buikje. Ja, dat doe ik niet. Zelfs de jonge gasten, die moeten wijken. Ja, nog steeds. Ja, en na het voetballen en in verband met een zeer kwaaie knie, ja, dan moet iets anders. Dus, wat ben ik gaan doen? Kijk, tandassen. Dat is ook heel leuk. Maar ja, ook niet in deze tijd, want het mag ook niet. We moeten thuis blijven. In ieder geval, we mogen niet sporten, helaas. Maar, we mogen wel thuis sporten. Dus ga ik eventjes naar mijn trainingsoord. Ja, hier komen we dan. Trainingsoord. Hier hebben we voor de buikspieren de rare bultenbank. Dat is van, daar krijg je van die rare bulten van. Als je dat gedaan hebt, dan gaan we lekker op een gemakje op de gladde zonnebank. Dat wordt lekker, net als de gladde, lekker bruin van. Daarna, ja, moet ook wat zweten. Dan gaan we lekker in Sauna Diana zitten. Daar gaan we lekker zweten. Dan komt alles weer goed. En nu ga ik lekker onze Kenzo uitlaten. Dat moet ook gebeuren. Die moet ook zijn behoefte op zijn tijd doen. A few minutes later. Kenzo uitlaten, dan hoort er ook allemaal bij. Dan gaan we een grote ronde lopen. Dan gaan we helemaal langs de aanvoerder. Dan gaan we zo naar de Kuipers toe. En dan laten we gewoon lekker poepen. Dan lopen we helemaal langs de leider. En dan lopen we lekker weer naar huis. Kenzo, kom! Weer een zondagochtend in het paradijs van het dorp. Even kijken hoor. We zullen eerst even de muziek erbij zetten. Speciale box voor het 84 van SC Gastel. Toen alles nog zo gewoon was. Ik zal eens even mijn koffie zetten. Is dat klaar? Deze is klaar. Wie komt er dan zo meteen als eerste binnen? Ja, dat is de winning. Ja, dat is de winning. De pot staat klaar. Er zit nog wat klein geld in van de week, volgens ik wel.
zit er vast drie schipjes van de Willemers, ja. Drie bakjes koffie. Dat is standaard. Wie zou het kunnen zijn, joh? Oh, er kwam Hans al aangereden, de Nestor. Ja, ja. Wat een vertrouwd beeld, hè. Alles is weg, jongens. Maar goed, we gaan verder. Nummer 3. De Molly. Oh, zo, heb je nou wel verstand bij of niet? Ik weet het. Ah, Roland, maar kom. Dat vind ik belangrijk. Even kijken. Koffie, de pot. De Willy. Hollandse hit, speciaal voor de mous. Katten bier. Jupjes. Ja, alles klaar. Ja, zitten we dan. Zo, dit vierde gast op zijn, de kwart voor tien. Maar kijk er wel goed naar uit, hè. Pietje en Anneke aan het werk. Gaat er vol mos op. Wat een geweldig elftal over te hebben. Wat dat betreft zal men de regio best goed bekennen. Onder eigen mensen, maar ook de buitengasten. Want daar hebben ze toch allemaal graag op de hond, hè. En god, wat doet dat ons dat er gewoon heel veel deugd. Dat ze zeggen, moeten we weer naar dat kut elftal toe. Dat ze binnen 5 minuten zeggen, je weet hoe ze zijn. Jongens, daar benieten wij van. Daar leven wij voor. En dat leven is op abrupt op stop gezet. Dan was die tijd mooi. Oh, er komt een tegenstander aan. Ah, die zal toch wel niet binnenkomen. Deze zal nog 4 is en nooit binnen is. Nee. Ah, die mannen trekken zelf wel recht op vandaag hoor. Die mannen die tellen van 2 af wel bij elkaar, dus let maar dan. Kom, die komt daar nog aan. Daar is een stoontje. Ja, en ik weet dat stoontje al gekregen. Die sluit vanaf van mij mee af. Dat is een zekerheid. Dus en de spullen thuis. Dat zijn 3 punten. Tonio's erbij. Die sluit vanaf af. Dat weten we. Nou, eerst even kijken van wat ze willen drinken. Ah, dat weet ik wel trouwens. En een paar joepjes. Nou, dat zijn van die mannen van buitengassen, hè? Ja, die kunnen niet zo goed tegen. Hier zit wat minder alcohol in. Nou, we kunnen wel merken dat die mannen van buitengassen komen. Hè? Dat willen ze niet accepteren, maar toch. We zullen moeten. Anders was ik me gewoon een rommelknop richting de zeg. Of zullen we nou eens in deze tijd kunnen gaan doen, joh? Wat schokt over, is dit een klap? Zal ik een takeaway beginnen? Nou, we hebben de tijd om thuis te zijn bij ons gezin. Dan doen we dat er gewoon. Dan zal ik een takeaway doen. Nee, dan laat ik wel een andere lopen, hoor. Ja, mannen, hier zitten we dan. Allereerst, gezondheid overal. Waar is het er is en de rest is het zelf. Maar we missen we toch het normale ritme van het leven. Het normale bakje koffie zetten we hier niet. Het samen voetballen met elkaar, samen lachen met elkaar, samen huilen met elkaar. Als ik het mis, heel leven. We hopen dat dit allemaal tot een goed einde komt. Als je op dit moment al wil leven. Ja, dan zijn er straks geen sluitingstijden meer. Dan gaan we alles anders doen. Als je aan de kerk komt, je kijkt. Prachtige Laurentius kerk. Ook daarnaast staat een mooi pandje. Ook dicht. Ze raken op 2 plekken, recht in mijn hart. 3 plekken. Hier de Tine. Volgende toren. En het 4.11 van dag. Pas goed op jezelf. En tot snel. Posje. Me dio tiempo a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea.
querían agarrar. Entremetí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡A no vale! ¡A no vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Y tú! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paquete! ¡Ay, mira! ¡Tú y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Ay, con dinero! ¡No vea! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petrillense. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. Así yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en China, vamos.